In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 ontwikkelingsdoelstellingen vastgelegd. Tegen 2030 moeten we die halen. Dat is dichterbij dan u denkt. Duurzame ontwikkeling is een bekommernis voor alle merken. Maar tegelijkertijd kunnen die doelstellingen voor uw bedrijf groei helpen realiseren. Wij bij PUB vragen ons af van hoe kunnen we zelf duurzamer worden? En wat is duurzame ontwikkeling juist? Daarom houden wij op 25 oktober Orbit by PUB. En dat wordt een interactieve conferentie hier in Brussel, waarbij we drie dingen willen naar voren laten schuiven. Ten eerste, wat betekent die duurzame ontwikkeling voor merken en voor bedrijven? Ten tweede, hoe moet je daarover communiceren? Want daar bestaan toch ook veel misverstanden over. En ten derde, wat zijn een aantal best practices anno 2018? Interactief, dat wil zeggen dat er experts op het podium het woord zullen nemen. Maar daarachter zal u ze ook face-to-face kunnen spreken tijdens speeddating. Enkele van die mensen die u te zien en te horen zult krijgen, zijn bijvoorbeeld de Duitser Michael Adler, die zal spreken over mobiliteit in de toekomst. Nicolas Lambert, directeur van Fairtrade Belgium, die zal uitleggen dat één bedrijf, één merk de wereld niet kan redden en dat er dus partnerships nodig zijn. Andere sprekers zijn bijvoorbeeld Stefan van Diest, die het zal hebben over post-authenticiteit. Of nog Astrid Leysens, gespecialiseerd in do-good marketing. En we mogen ook een Zweed ontvangen, Erik Eklund. Hij zal het met ons hebben over authentieke communicatie en over het connecten met mensen. Daarnaast gaan we het ook hebben over influence, irreputatie en chocolade. U ziet het, we gaan ver beyond greenwashing. We willen echt heel concreet zijn, echt toespitsen op wat dit betekent voor merken, wat merken kunnen doen. Dus daarom, vergeet zeker niet te klikken op onderstaande link en registreer jullie voor Orbit. Tot dan!